In een vergrijzende samenleving waar heel veel mensen steeds ouder worden, maar sommige dingen het toch wat minder gaan doen, zoals je ledematen. In een samenleving waarin zieke mensen te veel worden geïsoleerd, is een uitvinding die jou veel bewegelijker maakt, die jou eigenlijk weer laat deelnemen aan het gewone leven, dat is van onschatbare waarde. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, tijdens de campagne, viel mijn oog op een artikel over de A-linker in de Volkskrant. En dat vond ik geweldig. Ik dacht, ha, eindelijk iemand die positief brengt, die iets uitvindt waar de mensen veel aan hebben. Dus dat heb ik meteen in een interview verwerkt en gezegd, dat is het positieve nieuws. We hebben het altijd over het negatieve. Dit is het positieve nieuws. En zo belangrijk in het leven van veel mensen. Mijn eigen voorbeeld is mijn eigen moeder. Die is 91 en die loopt nog als een kieviet. Maar begint ook wel hier en daar wat problemen te krijgen. En ik heb haar verteld van de A-linker. En dan begint ze ook te glimmen. En dan denkt ze, hey, als het slechter gaat, kan ik toch nog naar een museum ermee. En die boodschap verspreiden we natuurlijk bij vrienden, vriendinnen, iedereen die wat ouder of wat moeilijker loopt. En iedereen is daar heel enthousiast over. Wat ik zag is dat mensen trots zijn, zelfbewust, gewoon weer gaan sprankelen, vitaler worden. Ik bedoel, iemand als Joe die al zo lang MS heeft, die heeft alleen maar het vooruitzicht slechter, slechter. En nu, niet voor niks dat hij hier naartoe komt, de andere kant toch van de wereld. Omdat hij iets ziet waar hij hoop van krijgt en wat ook werkt. Dus niet alleen maar in je hoofd, maar gewoon in de praktijk. En dat geeft mensen optimistisch gevoel, vertrouwen, zelfbewustzijn. Ik hoor er weer bij. Dus de A-linker is voor mij een symbool van mogelijkheden, van hoop, van doorzettingsvermogen, van ondernemerschap en van creatief denken. Wat ik gezien heb in de politiek en in de hele maatschappij is dat zulke kleine uitvindingen, dat die vaak genegeerd worden. Dus mensen denken dat er iets groots moet zijn om dingen te veranderen. En dat is niet waar. Het is juist iets slims, iets creatiefs wat de wereld verandert. En dat is de A-linker. En die moet dus ook aan alle kanten gesteund worden. Want wil je dat voor heel veel mensen toegankelijk maken, dan moet je dus ook funding hebben. Dus ik zou iedereen willen oproepen, draag bij aan de ontwikkeling, aan de verspreiding, aan de verdere productie van deze A-linker. Geef mensen hoop, maar investeer er gewoon in. Dit is nou echt iets om in te investeren. Er zijn een heleboel dingen waar je niet in moet investeren, hier wel in.